Welkom in de eerste video waarin we de gesprekken over de natuurlijke godsdienst, of the Dialogues Concerning Natural Religion, van David Hume gaan lezen. Het is de bedoeling dat we dat stap voor stap gaan doen en heel nauwgezet. Het is nogal snel de idee dat de dialogues gaan over een discussie rond natuurlijke religie, rond het ontwerpargument alleen. Uiteraard is dat heel belangrijk, maar er zitten heel wat andere aspecten in binnenin dat gesprek. Die helemaal relevant zijn voor de religie. Bijvoorbeeld van hoe ver moet je nadenken over bepaalde religieuze beelden? Is het mogelijk dat je over bepaalde dingen geen verklaring weet en kan je daar dan in mee leven? Hè? Is het bijvoorbeeld mogelijk om te geloven in God en tegelijkertijd heel die discussie rond het menselijk lijden ernstig te nemen? Bijvoorbeeld. Hè? Dus we gaan zien dat er heel wat nuances in zitten en Hume zal ook in de inleiding van zijn gesprekken erop wijzen dat dat een van de belangrijke redenen is waarom dat je met een dialoog gaat werken. Nu, het is misschien wel belangrijk om te weten dat je op de website een aantal slides kunt raadplegen, ook begeleidende teksten, zodat je een overzicht kan bewaren van de informatie die we gaan gebruiken. Nu, de gesprekken bevinden zich, of gaan door liever, in de bibliotheek van een zekere cliëntes. En cliëntes is diegene die het ontwerpargument in het gesprek zal invoeren. Het ontwerpargument is de idee dat er ergens een ontwerper of ontwerp moet geweest zijn voor het universum en dat het niet zomaar random gemaakt is. Die these van ontwerpargument gaat in de loop van het gesprek geïntroduceerd worden en zal dan op allerlei manieren bediscussieerd worden door de andere partijen, waaronder ook Demea. Demea is de vertegenwoordiger van de orthodoxe religie. Hij is een mysticus. En hij hamert er vooral op dat de kennis van God en van de goddelijke eigenschappen vooral een vorm van a priori kennis is. Dat betekent eigenlijk dat de mens met een soort van voorop ingestudeerde software zit, waar alle ideeën over God reeds ingebakken zitten, en dat het dus niet vanuit de ervaring is dat je God zal leren kennen of over religie zal leren kennen. Dus hij zal een vrij harde aanval richten naar het ontwerpargument van Cleanthes, maar hij zal daar ook in de eerste instantie gesteund worden door Philo. Dat is de derde partij. Ik bedoel, Demea hoopt of denkt dat hij gesteund wordt door Philo. En Philo is de scepticus. En Philo zal uiteindelijk toch tot het besluit komen dat als je dan van ontwerp zou kunnen spreken, dat er waarschijnlijk ergens een intelligente schepper zou kunnen zijn die misschien in de verste uithoeken wel analogieën vertoont met het menselijk denken. Maar eigenlijk is dat dan een quasi leeg argument. En dus is het een mooie manier om te zeggen dat het ontwerpargument eigenlijk geen standvastigheid kan krijgen. Nu, Hume heeft heel nauwgezet aan de dialogues gewerkt tot de laatste momenten van zijn leven, maar het is wel postuum gepubliceerd. Omwille van het feit dat je natuurlijk in de tijd waarin Hume leefde niet zo evident kon uitspreken over je atheïsme, over je twijfels van de religie enzovoort enzovoort. Hume heeft meegemaakt in zijn studententijd dat er mensen echt veroordeeld waren omwille van het feit, of werden omwille van het feit dat ze twijfelden aan het feit dat de wereld in 7 dagen of het heelal in 7 dagen gemaakt zou zijn zoals in Genesis verteld. Hè. Dus Hume moest daar wel voorzichtig mee zijn. Nu, om even kort uit te wijden in verband met die drie partijen. Hume heeft zich nogal sterk geïnspireerd op een werk van Cicero, namelijk De Natura Deorum, en daar heeft hij die verschillende personages uitgehaald, of toch wel een aantal. Onder andere heeft hij daar Cleanthes uitgehaald, heeft er ook Pamphilus uitgehaald en Hermippus. En je zou zeggen, ja, die twee heb je nog niet vernoemd. Wel, die twee zijn eigenlijk relatief belangrijk, want we zullen zien in de inleiding dat het gesprek doorgaat in de bibliotheek van Cleanthes en dat het eigenlijk een verslag is van Pamphilus naar Hermippus toe. Nu, dat zijn twee leerlingen. Pamphilus is de leerling zoals van Cleanthes, terwijl Hermippus de leerling is van Philo. Het is misschien interessant om even na te denken als Cleanthes een leerling heeft en Philo heeft een leerling en Pamphilus geeft het gesprek weer aan Hermippus. Ja, is er dan misschien een onderliggende veronderstelling die Hume maakt. Hè? Is het zo dat Cleanthes misschien wel iets kan leren aan Philo? Of is dat helemaal niet het geval? Is het puur toevallig? Er is een heel interessante discussie die de literatuur rond Hume heel sterk, of rond de dialogues heel sterk beheerst. Namelijk de vraag bij uitstek, gaat het hier, wie is de spreekbuis, wie is degene die voor Hume spreekt? Nu, Hume zelf
was iemand die een heel interessante intellectuele positie innam wanneer het ging over discussies tussen filosofen, tussen mensen met verschillende standpunten. En Hume geloofde dat ondanks het feit dat je het volstrekt oneens kon zijn met iemand, je toch in de argumentatie van de ander interessante punten kon terugvinden. En dus het is niet de bedoeling om een soort van ultieme overwinnaar uit te roepen in het debat. Dat is heel vaak bij ons in onze cultuur heel sterk de bedoeling, als je een televisiedebat onder politici volgt, dat je dan gaat kijken wie heeft het gewonnen, het debat. Maar bij Hume zie je dat er in elk van de personages, en letterlijk ook in elk, zelfs in Demea, zitten bepaalde denkbeelden die de filosoof Hume op andere plaatsen ook heeft neergeschreven. Dus naar alle waarschijnlijkheid is het zo dat er heel veel stellingen van hem verspreid zijn onder de personages en dat er ook heel veel aspecten van die personages zijn waar David Hume zelf niet mee akkoord zou kunnen gaan. Hè. Het is zelfs interessant, en dat wordt heel vaak vergeten, om eens na te denken of er bepaalde aspecten van Hume's denken of van Hume's persoonlijkheid zitten in Pamphilos of Hermippus. Hè. U mag niet vergeten dat Hermippus iemand is die niet aan het woord komt in de dialogues. Pamphilus wel. Want Pamphilus vertelt in de inleiding aan Hermippus, hij presenteert de dialogues en hij geeft er een soort van begeleidend schrijven bij, waarom hij dat gedaan heeft, enzovoort, enzoverder. De typering van de personages. Maar Hermippus zelf spreekt niet. Dus je zou in extremis kunnen zeggen dat David Hume misschien Hermippus is die heel het verhaal tot zich neemt en daarover nadenkt en eigenlijk een soort van externe wolk creëert van zijn gedachten en al zijn gedachten probeert te ordenen in die personages. Nu, de eerlijkheid gebiedt mij natuurlijk om te zeggen dat het vooral Philo is die als overwinnaar uit het gesprek komt wat betreft eigenlijk in de secundaire literatuur. Hè. Als je gaat kijken in de literatuur, de vraag wie spreekt er voor Hume? Wel, de meeste commentatoren zeggen dat het Philo is. En het ligt voor de hand dat het Philo dan zou kunnen zijn, omdat het de scepticus is. Hè. Ik hou veel meer van de meer genuanceerde stelling dat Hume zijn gedachten verspreid heeft, al zal ik in een aparte videoreeks of video aantonen dat Philo naar het einde van de gesprekken, dus echt letterlijk de laatste zinnen zelfs van de gesprekken, zegt hij iets dat ongelooflijk belangrijk is in filosofisch opzicht en zelfs kan bekeken worden als een leidraad om de gehele filosofie van David Hume te snappen. En hij zegt daar een filosofisch scepticus te zijn, is voor een geletterd man de eerste en meest essentiële stap om een eerlijk gelovig christen te worden. Wel, dat is een ongelooflijk belangrijk zinnetje en misschien daarom kan je Philo al uitroepen tot de overwinnaar, als ik het dan zo mag zeggen, in de dialoog, omdat hij toch wel een heel belangrijke kern over het religieuze denken aanraakt. Hè. Maar het zal duidelijk worden, hopelijk, naarmate de videoreeks vordert. Dus, zoals ik er juist gezegd heb, er zijn verschillende personages. De dialoog speelt zich af in de bibliotheek van Cleanthes. En we lezen eens eventjes samen wat Pamphilus zegt tegen Hermippus in de inleiding van de tekst. Het eerste deeltje van de tekst gaat eigenlijk over de reden waarom er gekozen wordt voor een dialoog. En het is duidelijk, zegt Pamphilus, dat op het ogenblik een filosoof een bepaalde stelling naar voren wil schuiven, dat het dan interessant is om een traktaat te schrijven, om een doorlopende tekst te schrijven, want dan kan je argumenten uiteenzetten en dan is het duidelijk, hè, dat is hetgeen je wil verdedigen en daarmee is de zaak uit. Maar, zegt Pamphilus, de dialoog is wel geschikt voor andere zaken ook, want, zegt hij, een leerstelling die zo vanzelfsprekend is, dat ze nauwelijks ter discussie kan staan, maar tegelijkertijd zo belangrijk dat ze niet dikwijls genoeg ingeprent kan worden, lijkt een dergelijke wijze van behandeling te vereisen. Met andere woorden, de dialoog is interessant als je een stelling bediscussieert waar eigenlijk niemand over twijfelt. En dat is een heel belangrijk gegeven, want heel bekend in heel het Humeaanse denken is Hume's ironie. Dus Hume was blijkbaar toch een aimabel man die hield van humor. Het was zelfs zo dat op het ogenblik dat hij in zijn laatste levensjaar ernstig ziek werd en hij wist dat hij ging sterven, dat mensen het een beetje op hun zenuwen kregen van het feit dat Hume daar nogal lacherig over deed en met humor erin kon
kon over spreken. En dus heel vaak worden uitspraken die Hume doet, zeker als het gaat over religie, bekeken als een vorm van ironie. En misschien is dat hier ook wel zo. Dat Hume zegt eigenlijk, ja, bedoel, niemand twijfelt eraan, maar eigenlijk twijfelt iedereen eraan, aan de stelling die bediscussieerd gaat worden. Hè. Wat is het nadeel van Hume's ironie? Is natuurlijk dat op een bepaald moment stellingen die met religie te maken hebben en die plausibel klinken, die interessant zijn, dat die eigenlijk niet meer verdedigd kunnen worden, omdat je altijd denkt, hier is ironie aan de hand. Hè. En dus, een van de dingen die ik persoonlijk heel graag doe als ik Hume lees, is neem de stelling eens au sérieux en kijk dan naar waar ze leidt. En dan zien we wat er misschien, ja, gaat er een nieuwe wereld open.